Ja jongens, het begint weer te komen zo, hè. De zwembadbezoekjes, de pretparkbezoekjes. Het mag weer. Het mag weer allemaal en we gaan weer ergens naartoe. Een hele goede middag is het ondertussen. Ik ben Jenno. Ik ben Jolien en onze zoon Jules zit van achter. Ja, en wij zijn onderweg voor Jules zijn allereerste bezoekje aan Mosaqua. Ja. Bij ons is het geleden van voor de rare jaren. Yes. Het heeft toch allemaal een tijdje aan banden gelegen. En wij, toen het allemaal ook wat mocht, maar dan met die strenge maatregelen allemaal, hebben wij toch een beetje gelaten om zo'n zaken te bezoeken. Heel veel berichten gekregen op Instagram, heel veel berichten op YouTube. Mensen die ons dat precies kwalijk namen, dat we die dingetjes allemaal niet meer deden. Maar ja, ik vond het echt niet de moment. Ik ook niet. En nu zijn we heel veel aan het inhalen. Hè. We hebben al heel wat gedaan eigenlijk de afgelopen weken, vind ik toch wel. Ja. Van die zaken die we bezocht hebben. En nu ook weer een leuk zwembad die op de planning stond al een tijdje. We gaan terug naar Mosaqua. Een fijn en leuk gethematiseerd zwembad. Zo herinner ik het mij. En ik denk dat die verwachtingen opnieuw zullen ingelast worden. We zullen het allemaal gaan zien. We gaan het weer reviewen. Dus net zoals we met ons Jules erbij. Dus we gaan ook kijken wat er is voor de baby's. Is het misschien ook wel een babyvriendelijk bad? Dat zullen we allemaal ontdekken dus vandaag in deze vlog. Kijk, ze bestaan even lang als Disneyland Parijs. 30 jaar Mosaqua wordt hier gevierd. Dat we deze verjaardag mogen vieren hier, hè? Ja, dat is wel leuk, hè? Tegenwoordig worden er best eigenlijk nog wel vaak uitgenodigd op zo'n 30ste verjaardag. Nee, we nodigen ons eigenlijk zelf uit op verjaardagsfeestjes. Ja, dat is waar. Het is wel fijn, hè? Je tong aan het tandje. We gaan zwemmen! Laat mij eruit! Ik wil eruit! Ha! Kijk, na 30 jaar bestaat, dat is wel duidelijk, hè? Een ballon hangen op. Het baantjesbad heeft blijkbaar ook een golfslagfunctie. Die zijn nu aan op dit moment. En daarachter zie je heel wat waterstromen. Dat is van de wildwaterbaan, neem ik aan, denk ik. En dan nog een glijbaan. Oh, my, my, my. Veel om te doen, hè, Jules? Heet het interessant? Leuk, ja, maar wil je ook zwemmen? Ja? Kom. We zijn omgekleed en we gaan deze ook even opblazen. Het is een zwemkussen. Jules die is er eindelijk klaar voor, denk ik, om hem even zo eens daarin te steken. We hadden al een paar keer bij het zwembad zo, dat we gingen gaan zwemmen, zo had gezegd van goh, dat is nu eigenlijk wel spijtig dat hij niet zo eventjes langer kan dobberen. Want ja, je moet hem telkens vast blijven houden en dan is dat toch wel na een tijdje om het uur heel zwaar. En ja, het is nooit zorgeloos ook. Hè. Ik kan niet zeggen dat het heel erg risicovol is om hem continu vast te houden. Maar toch, ja, het is toch een ruststelling als je weet dat hij blijft drijven als je hem even 1 seconde loslaat of zo. Dus ja, natuurlijk gaan we hem blijven supervisen, maar het is misschien wel gewoon leuk. En wie weet vindt hij het niet leuk, maar ik denk het wel. Ja. We gaan het zien. We zijn in het zwembad. En we beginnen eerst eventjes bij het peuterbad. Het belangrijkste is dat Jules het hier naar zijn zin heeft. We gaan even de band aandoen, hè. Ja, even trokken. Wauw, kijk hem eens hangen. Doet hij dat goed, hè? Kijk eens aan. Ja. Goed zo. Dat is leuk, hè? Je kan jezelf zwemmen. Ik vind het wel leuk, denk ik. Ik vind het zelf een beetje eng. En zwaaien. Dag meisje. Wauw. Stoere jongen. Stoere. Kijk, je bent helemaal alleen. Wow. Helemaal tot aan het einde van het zwembad gezwommen. Nee. Van daar tot hier. Maar nu gaat hij weer terug. Dat is flink. Ik vond het toch wel een beetje spannend om de controle los te laten. Zo. Want ja, anders hebben we. Het is voor de eerste keer dat we Jules nu loslaten in een zwembad. Ja. Zowel voor ons als voor Jules waarschijnlijk heel spannend. Nou, wel het valt goed mee, hè. Ik heb hem toch al veel zien lachen. Ja. Joepie de poepie. En je ook nog eens gaat vloggen. Kijk, hij gaat vloggen.
in de band hangen. Kijk, kun je de vast houden zo? De camera opeten. Hallo allemaal. Hallo. Moet je nog draaien, hè? Zo. Wow. Ik ga even nu alle glijbanen hier eens uittesten, kijken of ze nog steeds even wild zijn als de vorige keer. Want er zat hier volgens mij wel een best wilde baan tussen, maar ik ben even kwijt welke dat het was. Dus we gaan ze nog eens testen, kijken of dat er iets veranderd is misschien buiten ons vorige bezoek. En dan zien we het wel, hè. We staan nu trouwens aan een terrasje. Het is heel grappig, dit terrasje is eigenlijk naast een glijbaan. Als je hier een grote splash maakt, dan worden de mensen hier nat. Dus be aware, als je dit tafeltje neemt hiernaast de glijbaan, het kan nat worden. Hier is dus het kinderbad van 1 meter diep, denk ik. Halve meter diep, 1 meter diep. Dit kinderfeestje van Tijger is gemeld in de horeca. Kinderfeestje van Tijger, gemeld in de horeca alsjeblieft. Voilà, het kinderfeestjes kunnen hier blijkbaar ook doorgaan. Twee bubbelbaden daar, jacuzzi's, warm water waarschijnlijk. Zo zie je Jolien met Jules daar spelen. En dan hier een 25 meter bad, zoals we net ook al hadden gezien, met een golfslagsysteem. Heel leuk. En dan ook nog een springplank daar op het einde. Dus dit is echt wel een heel multifunctioneel bad. Je ziet echt baantjes zwemmen, dat zou nu niet erin zitten, want ik zie eigenlijk vooral heel wat mensen met een bal spelen en zo. Dus ja, ik zou het nu niet aanraden, ik ga het anders zeggen, kom hier niet wanneer dat de school gedaan is om baantjes te zwemmen, want dan ben je eraan voor de moeite. Ik kan gerust zeggen dat dit een themabad is, heeft hier en daar leuke tafereeltjes om te kijken en om te zien. Hierboven ook een hele grote gorilla. En hier moeten we Jules misschien wel eens opzetten. Ja. Heel fijn gedaan natuurlijk, hè? Allemaal zo wat jungle thema, apen hier. En dan hier heb je ook nog een peuterbad. Hier kunnen we straks nog eens even komen met onze kleine Jules. Trap naar het eilandje, waar ook heel wat beesten zitten. En dan bovenin een glijbaan. Ja, die moeten we zeker uittesten. Maar we gaan hier beginnen. Hier bij deze stroomversnelling en dan uiteindelijk ook de wildwaterbaan. Het is echt gewoon een normale stroomversnelling. Sneller dan de stroomversnellingen uit bijvoorbeeld een Center Parks, vind ik. Het zou leuk zijn mocht je hier met een band kunnen ingaan. Maar waarschijnlijk kan dat niet, omdat je hier ook de ingang hebt voor de wildwaterbaan. En die wildwaterbaan zal waarschijnlijk niet met een rubberen band kunnen gedaan worden. Het zou wel een goede toevoeging zijn, moet ik zeggen. De stroomversnelling zou zeker met een rubberen band extra dimensie geven. Maar nu gaan we dus hier deze wildwaterbaan trotseren. Passeren daarvoor Jane en een olifant. Leuk toch? Alrighty, daar gaan we. Snel stukje. Op. Het is echt zo van baan naar baan. Mooi dat de effecten het doen. Mooie waterval met een arend. Dan ga je hier langs de cactus terug een tunneltje in. Ja, opza. Dat is leuk. Beetje spielerij, fonteintjes, hoogtjes. Mooie afdaling ook. Kom je uit aan een grot. Ook weer mooi, dat de effecten het allemaal doen. Rotswerk. De verbeelding gaat meteen aan als je deze baan doet. Kameel. Nog eens opnieuw onder een boomstam, een grot. Heel veel water effecten. En we zijn er. Ja. Dit is eigenlijk meer dan wat een wildwaterbaan nodig heeft. Heel erg leuk gethematiseerd. De glijbaan die ik net liet zien op dat eilandje, die komt trouwens hieruit. En dat is eigenlijk net naast de wildwaterbaan. Handig voor de redder die daarboven staat. Zo kan die eigenlijk twee glijbanen in het oog houden. Je ziet niet vaak dat je met z'n tweeën van de glijbaan mag. Maar hier is het dus wel toegestaan, zolang het maar al zittend doet. Voeten eerst en kind voor verzorgen. Ja, dat is leuk, hè? De glijbaan begint met de glazen stukje, kan je een beetje naar beneden kijken. Nu zitten we in het donker. Hoppa. Ik denk dat we nu buiten zijn, want de glijbaan die gaat een beetje naar buiten. Ook weer al lichteffectjes, leuk. Opsa, en nu komen we terug naar binnen. Mooi stukje hier, jawel. Nu
een tunneltje in. Hoogtje nog. En... leuke baan ook weer. Ja, het is ook zo aan die glijbanen. Je wint er geen twee van. Het is uniek vormgegeven voor dit zwembad. Ja, dat maakt het leuk, hè. Als je het zo ziet, dan lijkt het wel dat de stroomversnelling af en toe wat sneller gaat dan anders, want nu zit er precies veel meer stroming op. Dus waarschijnlijk heeft hij verschillende modus en staat hij nu eventjes wat harder dan daarnet. Dit is dus het glazen stukje van die glijbaan. Dat is leuk, hè. Dat is een extraatje. Had helemaal niet gehoeven, maar is er wel. En maakt het alleen maar fijner, vind ik. Heel leuk. En dan hier de familieglijbaan. We willen even wachten tot wanneer ze het pad verlaten hebben. En dan zullen we maar gaan. Het valt best mee. Het is niet zo heel steil. Ik heb al steilere gehad, dus... Jippa! Zo, dat is voor als je snel beneden wilt zijn. Leuk! Leuk baantje, ook weer mooi allemaal, hè. Er valt niks op aan te merken hier, hoor. Osakma mag dan wel 30 jaar bestaan. Het is niet dat hier allemaal oude meuk staat. Absoluut niet. En mocht het wel zo zijn, is valt er niks van te merken. Het is allemaal prima onderhouden. Ik zeg het, alle effecten doen het. Dus qua glijbanen, echt totaal geen minpunten. Misschien nog één glijbaantje extra of zo. Dat zou een extra luxueus puntje kunnen zijn. Maar het is niet dat het nodig is of zo. Het is ook niet dat je het mist. Het heeft een hele leuke wildwaterbaan. En tegen dat je deze beu bent, kan je de andere glijbaan doen en vice versa. Dus het heeft eigenlijk al twee hele leuke, unieke banen aan boord. En het is echt al speciaal genoeg te noemen voor een subtropisch zwembad tegenwoordig. Heel leuk. Kan die? Oh my, kan die zelf zwemmen? Dat ga je doen, niet? Zo. Zo. Dan gaan we zo doen. Zo, met je handjes. Alle twee, zo. Moet je helpen? Ja. Ja, wat, dat is flink. Kom maar. Trappie in het water. Kom maar. De rand hangen is leuker, vind je. Is heel moe. Kijk maar, zo. Maar weer aan de rand. Ja. Ja. Oh, dat is goed, hoor. Dat is flink. Zo. Dan kunnen we een beetje hangen zo. Een beetje hangen. Hangen. Hang, jongeren. Ja. Boing, de bumper valt. Ja, het heeft wel goed gekeurd tussen nieuwe kussen. Ja. En dit zwembad maar ook. Maar niet altijd, zegt hij. Ik wil niet altijd in het kussen, hè. Nee. Je mag wel vrij schatten. Dat zijn jullie toch twee vrolijke aards. Papa! Jules, koekie! Waar zitten we nu, Jules? Onder de sterrenhemel. Ja, kijk! Wauw! Lekker bubbelen. Lekker, hè? Met een bubbelbad. Een beetje uitrusten, al dat gezwemmen en al dat geglijd. Ja. Blijven lachen, hè? Ja. Het is wel stiekem kapot, maar ik vind het wel heel leuk. Vond jij het een beetje leuk? Ja. Heel leuk. Ik ook. Ik vond het ook heel erg leuk. Ja? Ja. Het was een leuke dag eigenlijk. Hè? Ja. We hebben toch wel weer langer gezeten dan gedacht eigenlijk. In één keer keken we op de klok en dachten we van, oei, is het al zo laat? Tijd om eruit te gaan. Ja. Ja. Toch eigenlijk gemakkelijk 4 uurtjes hier doorgebracht in het zwembad. Ja, dat zit je zo aan, hè. Dus dan moet je ineens denken dat je dan 15 keer de wildwaterbaan kan doen of dergelijke. Nee, het gaat echt sneller dan gedacht. Maar het is ook wel weer genoeg geweest. Zeker ook met zo'n kleine baby erbij. Peuterbad hebben we zelf niet eens aan toegekomen. Hij is de hele tijd in dat kinderbad blijven gaan eigenlijk met zijn kussen. Want zo gelukkig. Ja, peuterbad zal dan voor een andere keer zijn, hè. Toch? Ja, heel leuk. We hebben ervan genoten. Het was weer een leuke dag hier. En we gaan nu weer stilletjes aan naar huis. Morgen zijn we weer voor een nieuwe video. En kijk ook eens naar deze video. Dat was toen we hier ook al eens waren. Maar dan, 2 jaar geleden. Twee jaar geleden. Yes.